Goedemorgen, welkom iedereen bij jullie Engelenboodschap voor morgen, dinsdag 17 januari 2023. We gaan kijken welke boodschappen we mogen ontvangen voor morgen. En ik ga beginnen met de Engelenboodschappen. En dit is een algemene reading, dus het kan en zal niet voor iedereen resoneren. Probeer het ook niet passend te maken als het niet passend is. We gaan kijken welke boodschappen eruit mogen komen, universum. Graag heldere, duidelijke boodschappen voor dinsdag 17 januari 2023. Wat is de boodschap voor dinsdag 17 januari? Engelen, welke boodschap hebben jullie voor ons voor dinsdag 17 januari? Dinsdag 17 januari. 2023. Eén kaart alstublieft. Ja. En we hebben de kaart Bethany. De engel Bethany heeft een boodschap voor ons. De boodschap luidt als volgt. Wanneer je heel goed voor jezelf zorgt, zal iedereen in je omgeving hier profijt van hebben. Geef jezelf vandaag een ontspannende behandeling cadeau, zoals een massage, een warm bad met zeezout of ga naar de pedicure. Dus zorg goed voor jezelf. Dit is alleen niet goed voor jezelf, niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor anderen in je omgeving. Je voelt je beter, je zit lekkerder in je vel en je hebt misschien wat rust nodig of wat ontspanning nodig op dit moment. Dus kijk hoe dat resoneert. We gaan kijken wat de aartsengelen voor boodschap hebben voor dinsdag 17 januari. Aartsengelen, wat is jullie boodschap voor dinsdag 17 januari? Ja, dank u wel. Dank jullie wel. We hebben passie. Passion. Aartsengel Haniel, vertrouw en volg je nieuwe passie. In het liefdesleven of in je carrière. Dus je hebt wellicht een nieuwe passie, een nieuwe liefde of een nieuwe liefdesinteresse. Of je hebt een bepaalde passie, een hobby waar je je carrière van wil maken. Vertrouw hierop en volg inderdaad je gevoel hierin, is de boodschap. Dan gaan de aartsengelen antwoorden, of de engelen antwoordenkaarten schudden. Jullie mogen een vraag in gedachten nemen. En herhaal deze voor jezelf en we gaan kijken welk antwoord van de engelen we mogen ontvangen. En ik ga meerdere kaarten trekken voor jullie om te kijken wat de boodschappen zijn van de engelen voor dinsdag 17 januari 2023. Engelen, wat is jullie boodschap voor dinsdag? Ja, dank u wel. 23 januari, zei ik. 17 januari. Wat is het eventuele antwoord op de vraag die men zichzelf stelt, engelen? Wat is het antwoord op de vraag die men zichzelf stelt? Wat is het antwoord? Ja. Ik vraag nog één kaart. Antwoord op de vraag die men zichzelf stelt. Of simpelweg een boodschap voor dinsdag 17 januari. Nog één boodschap voor dinsdag 17 januari. De eerste kaart, het eerste antwoord wellicht, is zoek naar een teken. Zoek naar een teken en kijk hoe het resoneert met je vraag. Het kan dus zijn dat er tekenen binnenkomen door herhaaldelijk dezelfde cijfers te zien, door een droom wellicht of door een bepaalde situatie die zich voordoet. Wees assertief. Dat is de tweede kaart die eruit is gekomen voor dinsdag en... Het is aan jou. Dus de keuze is aan jou. De situatie is misschien afhankelijk van hoe jij hierop reageert of welke actie je gaat ondernemen. En dan onder op het dek, ja, we hebben al zoek naar een teken en we hebben hier vraag het je engelen. Vraag het je engelen en er kunnen antwoorden binnenkomen op allerlei verschillende soorten manieren. Ik ga de Grand Luxe Tarot schudden om te kijken wat de belangrijkste boodschappen zijn op dinsdag 17 januari.
Krijg een helder en duidelijke boodschap, universum, voor dinsdag 17 januari. Drie kaarten, alstublieft. Dinsdag 17 januari. Wat is de boodschap? Deze viel uit mijn hand. Nou, en deze die wilde er dus zeker uitkomen. En dat is de toren. Een shake-up. Iets gaat er plaatsvinden. Iets onverwachts met de toren. Scorpioen-energie. Wat mogen we nog meer ontvangen? Wat mogen we nog meer ontvangen? Een grote verandering met de toren. Nog een grote arcane kaart, de duivelenergie. Steenbok. Energie. En dan nog één kaart alstublieft voor dinsdag 17 januari. Dinsdag 17 januari. Universum, dinsdag 17 januari. Dinsdag 17 januari. Kelken 4. Er kan plotseling een bepaald aanbod binnenkomen. Iets wat heel verleidelijk is met die duivelenergie. Maar we gaan het dadelijk verklaren. Ja, communicatie. Iets wordt je aangeboden. En we hebben hier de schildknaap van zwaarden. Het kan ook zijn dat je meer informatie wil achterhalen over een aanbod wat je gedaan is. Of over een bepaalde deur die open gaat. Iets wat onverwachts gebeurd is. Iets wat je niet zag aankomen. Er kan iets aangeboden worden wat een complete verandering brengt in je hele situatie met die toren. Maar je hebt meer informatie nodig. Je hebt het gevoel inderdaad vast te zetten wellicht in de situatie. Waarin je meer informatie nodig hebt. We gaan het verklaren. Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden onder op het dek? En de schildknaap kunnen staan voor een nieuw begin. Kan staan voor een boodschap die er binnenkomt. Kan staan voor een jonger iemand. De schildknaap van zwaarden. Iemand die heel nieuwsgierig is. Alles wil weten. Op zoek is naar informatie, iets in de gaten houdt. Het kan iemand zijn die jou obsessief in de gaten houdt. Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden? En graag een heldere uitleg voor deze kaartenuniversum. Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden? Voor dinsdag 17 januari. Ja, je bent na aan het denken over een situatie met de Zwaarde 4. Het kan ook zijn dat je op dit moment degene aan wie je denkt, dat je daar geen contact mee hebt. Geen communicatie bedoel ik. En deze persoon denkt na over de situatie, houdt jou in de gaten. Dit is iemand die jou niet los kan laten. Het kan zijn dat er een torenmoment met deze persoon heeft plaatsgevonden in het verleden. Maar we gaan het dadelijk zien. En we hebben een ridder van kelken. Deze persoon is wellicht na aan het denken over communicatie, over het uiten van bepaalde gevoelens. En ik heb het gevoel, in het verleden heeft een van beiden de ander pijn gedaan. En het kan ook gaan om een situatie waar je in hebt gezeten of in zit met de zwaarde 3. Ja, een kaart van pijn, verdriet, een gebroken hart. En die zwaarde 4 is een nadenken hierover, over de situatie. Waarom ligt hier de toren? De toren staat voor een onverwachts ingrijpen van het universum in de situatie. De toren gaat neer. De situatie is niet gebouwd op iets wat stabiel is. Er is geen balans in de situatie wellicht. Waardoor er verandering moet plaatsvinden. Waar ligt hier de toren? Waarom ligt hier de toren?
Dus waarde 5, een verlies, kan het mee te maken hebben, zeker met de toren. Een conflict, iemand waar je een conflict mee hebt, een verlies. Je verloren voelen in een bepaalde situatie. Je kunt te maken hebben gehad met iemand die aan zichzelf dacht. Waarom ligt hier de toren? Nog een kaart voor de toren. Gematigheid. Je kunt te maken hebben met een boogschutter. Iemand wil balans brengen in een situatie. Met de gematigheid. Iemand wil... dit is een energie van healen. Een energie van balans brengen in een situatie. Iemand gaat communiceren. En dit komt heel onverwachts. Dit is een communicatie die je niet verwacht van deze persoon. Op dit moment is er misschien weinig of geen communicatie, zoals ik zei. Met de zwaarde 4. Ook weer een kaart van herstel, terugtrekken. En dan hebben we die ridder van kelken, een uiting. En dit is wel een hele luchtige, vrolijke energie. Maar dit is een uiting van... het gevoel, emotie. Iemand wil balans brengen. En het is iemand die in het verleden aan zichzelf heeft gedacht, heb ik het gevoel. En dit brengt misschien een bepaalde angst, wekt het bij je op, want er is onduidelijkheid. Je begrijpt het niet, de situatie is niet helder. Dit kan ook iemand zijn die iets gedaan heeft in het verleden. En je in het ongewisse heeft gelaten. Een persoon die voor onzekerheid zorgde. Maar wel heftige emoties. We hebben weer boogschutterenergie. Ridder van staven onder op het dek. Waarom ligt hier die duivel? Waarom ligt hier de duivel? Het kan gaan om een ongezonde connectie. Het kan ook zijn dat deze persoon ongezonde trekken... gedragingen heeft, gebaseerd op ego, eigen ego, vooral met die zwaarde 5. Misschien wat manipulatief, de controle willen houden. Het kan zijn dat er sprake is van jaloezie van de ander naar jou toe. Pentakel 6, geven en nemen. Het kan zijn dat deze persoon... uit eigen belang nu balans wil brengen in de situatie met die pentakel 6. Dit is iemand die in het verleden inderdaad je broodkruimels heeft gegeven. Om de situatie enigszins stabiel te houden of om het contact aan te blijven houden. Waarom ligt die duivel hier? En als het niet iemand is met ongezonde gewoontes of verslavingen of... gedragingen. Dan kan het iemand zijn die echt een verleiding voor je is. Moeilijk te weerstaan. En iemand die daar heel goed gebruik van weet te maken. Maar voor anderen kan het simpelweg zijn dat je te maken hebt met een steenbok. Waarom ligt hier de duivelenergie? De duivel... Het kan zijn dat deze persoon een drankprobleem heeft of een drugsprobleem heeft. Want we hebben ook de gematigheid hier liggen. En dit kan ook met gezondheid te maken hebben. We hebben een koning van pentakels. Stier, maagd, steenbok. Deze energie komt vaker eruit. Stiermaag steenbok is iemand die normalerwijs betrouwbaar is, succesvol, stabiel. Een volhouder met de staven 9. Iemand die misschien ook wat zelfmedelijden heeft of zichzelf in een soort van slachtofferrol plaatst als het gaat om deze connectie. Wie is die koning van pentakels? De koning van pentakels. De zegenwagen. En de pentakels 5.
Zegenwagen is inderdaad iets achterlaten, de moed hebben, de durf hebben om controle te nemen over je eigen leven en een andere richting uit te gaan. Het onbekende in te gaan. Maar met die pentakels 5, dit is een kaart van in de kou staan, je eenzaam voelen, buitengesloten worden. Pentakels 5. Dus je kunt te maken hebben met een persoon die zich in de kou voelt staan en dit raakt zijn of haar ego. Omdat deze persoon het gevoel heeft dat jij een andere richting uit bent gegaan en het gaat goed met je. Je bent op weg naar, naar het behalen van die zegen. Ja, kijk, iemand heeft zich emotioneel teruggetrokken van de situatie. Of je persoon komt uit een situatie met een ongezonde relatie, waarin er geen gelijkwaardig geven en nemen was. En hij of zij gaat deze situatie verlaten. En wil richting jou komen, wil die zegen behalen met de gematigheidkaart. En komt geheel onverwachts met een uiting van gevoelens. Waarom ligt hier de zegenwagen? Een keuze is er gemaakt. Een keuze vanuit het hart. Een keuze in de liefde wellicht. Een keuze uit twee situaties. En de keuze heeft te maken met het verlaten van een situatie die niet langer vervullend is. Waarom ligt hier die pentakels 6? Pentakels. En nog een 6. De kelken 6. Soulmate energie. En dit kan ook een energie zijn van iemand missen. En ik heb het gevoel dat deze persoon je mist en obsessief aan je is blijven denken. Dit is wel iemand uit het verleden, heb ik het gevoel, die terug wil komen. Dus je kunt te maken hebben gehad met een stiermaag, steenbok, schorpioen, kreeft, vissen, of boogschutter, tweeling en nogmaals kreeft. Waarom ligt hier die... kijken wat eruit komt. Pentakels 10. Kan iemand zijn die getrouwd is geweest, een gezin heeft, maar iemand die stabiliteit wil brengen in jullie situatie. Dit zijn stabiele relaties, dit is een stabiel huishouden, familiedynamiek. Dit kan de reden zijn geweest dat er in het verleden de connectie beëindigd is, of dat er op dit moment geen tot weinig communicatie is. Waarom ligt hier die maan? Jullie kunnen je ook afvragen of deze persoon werkelijk gescheiden is of werkelijk zijn relatie verbroken heeft. Want deze kaart kwam eruit met in gedachten, wat is de maan die hier ligt? Ja, je maakt je daarover zorgen. Met de zware 9. Het kan ook de energie zijn van je persoon. Waarom ligt hier de maan? De situatie is niet wat het lijkt. Dingen zijn onduidelijk. De maan. Dat zijn er 3. Aas van kelken. Ja, een nieuw begin. Geluk. De start van een nieuwe relatie kan het zijn. We hebben hier de koning van kelken. Ja, iemand heeft sterke gevoelens voor je. We hebben de ridder van kelken, de koning van kelken. En we hebben hier de koning van pentakels. En hier de match, de koningin van pentakels. Ja, deze persoon wil communiceren, houd je in de gaten. En die duivel, dat is een obsessieve manier dat deze persoon jou in de gaten houdt. Deze persoon heeft een keuze gemaakt om een bepaalde situatie te verlaten. Een relatie of een huwelijk. En deze persoon wil zijn liefde uiten, maar is inderdaad in de stress. Hij of zij weet niet wat hij kan verwachten. Ik heb het gevoel dat er in het verleden inderdaad sprake is geweest van een verlies. En dat de situatie ook niet op een nette manier eigenlijk beëindigd is.
Oeh, en deze kwam er omgekeerd uit. Moederfiguur. Ja, zoals ik zei, iemand die kinderen heeft. Een ex-vrouw, een ex-partner. Kan een toxische relatie zijn. En deze kaart komt er niet zomaar uit. Dus ik heb het gevoel dat deze persoon nog een hele prominente rol speelt in het leven van hem of haar. Waarom ligt hier de kelken 4? Zwaarden 7. Oeh, en de ridder van staven. Ja, je vertrouwt deze persoon niet. Dit is iemand die in en uit is. Een beetje een player energie. Iemand die zijn opties open hield. Iemand die een vaste relatie heeft of huwelijk. Waar hij of zij misschien niet krijgt wat hij of zij wil. En het kan gericht zijn op passie. Hè? Jullie weten wat ik bedoel. Maar dit is iemand die gewoon zijn eigen weg wil gaan. Het avontuur wil aangaan. En iemand die misschien achter de rug om van zijn of haar partner jou zijn cup aan wil bieden als het ware. Dus pas daarmee op. Maar ik zie jullie inderdaad terugtrekken en nadenken over de situatie. En het is niet helder. En je vertrouwt het niet met die zware 7. En inderdaad, zodra deze persoon binnenkomt met een bepaald aanbod of met communicatie. En het kan heel luchtig zijn. Hallo, hoe gaat het met jou? Alsof er helemaal niets gebeurd is, niets aan de hand is. Om gewoon te peilen hoe de situatie tussen jullie beiden is. Het is aan jou om hierop in te gaan of niet. Wees assertief. Nou, ik heb het gevoel dat jullie dat ook wel zullen gaan doen. Maar net zo snel als deze persoon bij jou binnenkomt of inderdaad contact opneemt, net zo snel kan deze persoon ook weer verdwenen zijn met die ridder van staven. Ja, en hier een ridder van zwaarden. Kan staan voor wat conflict. Heldere communicatie. En daaronder ligt wel de zon. Een soort van bevrijding. Een spirituele ontwaking kan dit zijn. Of helderheid in een situatie. En daaronder de koningin van kelken. Heel intuïtief. Het is aan jou. Wees assertief. Zoek naar een teken. Vraag het je engelen. Dus voor sommigen van jullie kan het zijn dat het torenmoment al heeft plaatsgevonden. En je bent na aan het denken. Deze persoon wil balans brengen in de situatie. Maar het is onduidelijk. Je vertrouwt het niet. En met een goede reden heb ik het gevoel. Ik heb het gevoel dat jullie aan jezelf gaan werken. Dit is ook weer een kaart van healing, spirituele groei. Dus je zult hele duidelijke taal spreken tegen deze persoon. Met die ridder van zwaarden. Een hele snelle energie. En in eerste instantie zul je even terugtrekken. Om na te denken over die situatie. Maar je vertrouwt het niet. Dus dit is wat ik voor jullie heb voor de dinsdag. Het kan natuurlijk ook later zich later afspelen. Dus kijk hoe het resoneert. Resoneer het, geef me een like en laat een reactie achter. En ik wens jullie een hele mooie dag toe. En tot de volgende keer. Dag!